Iedere dag ook een blik op de wereld. En die blik komt vandaag van Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom, Peter. Hey, Meindert. Goedemiddag. We gaan het hebben over ja, de oorlog tussen Israël en, en, en Hamas. Het Israëlische leger lijkt op eigen houtje een tactische pauze te hebben ingelast. Hoewel premier Netanyahu er waarschijnlijk toch wel weer van op de hoogte was. Wat gebeurt er allemaal? Ja, dat is inderdaad de vraag die velen zich stellen. Het uh, lijkt toch steeds meer op een chaos uit te draaien, ook in Israël zelf. Um, we hebben gezien dat Benny Gans, een van de gematigde politici, oud-generaal, um, uit het oorlogskabinet is gestapt. En uh, nog iemand eigenlijk. Um, waardoor uh, Netanyahu uiteindelijk heeft gezegd: Oké, okay, dan hef ik dat oorlogskabinet op. En waar blijft hij dus mee zitten? Is met die ultra-rechtse religieuze. Uh, Coalitiepartners uh, die eigenlijk uh, een, niet willen weten van een einde aan de oorlog voordat Hamas totaal vernietigd is. Uh, die zijn tegen gijzelaardeals, ze zijn tegen bestanden, ze zijn tegen humanitaire hulp, et cetera, et cetera. En dat is erg uh, lastig opereren natuurlijk als je. De hele wereld om je heen eigenlijk zegt: je moet dat wel doen. Je moet de bestand sluiten, je moet humanitaire hulp toelaten. En je moet uit, uiteindelijk een einde aan die oorlog maken. Um, ja, dat is, zit net in jou in een behoorlijke klem. En je merkt eigenlijk dat het leger daar een beetje ook uh, tussen zit. Um, die zien zich aan de ene kant uh, geconfronteerd met een opdracht die eigenlijk onmogelijk is, namelijk het vernietigen van Hamas. Want overal waar het leger zich terugtrekt, uh, daar duikt Hamas weer op. Hamas is duidelijk bezig. Ook de gebieden waar Israël, uh, waar de, het Israëlische leger actief is te vermijden. En dan uh, op een gegeven moment zich te hergroeperen. En dan, ja, weet je, dan zijn ze weer uh, redelijk actief. Zelfs uh, met beschietingen. Dus uh, Hamas is niet te verslaan. En toch moeten de Israëli's uh, doorgaan. Ja, en dan komt zoiets als zo'n tactische pauze inlassen om humanitaire hulp toe te laten. Dat zal ongetwijfeld bekend zijn bij Netanyahu. Maar hij kan natuurlijk naar zijn uh, religieus-rechtse achterban uh, niet laten merken dat hij daarmee akkoord is. Dus ja, dan zie je zo'n nou ja, uh, tweespalt eigenlijk naar buiten toe. Uh, en dat zou ook nog wel eens kunnen uh, terugslaan op de situatie in Israël zelf. Ja, want kun je je dat voorloven, zo'n politieke situatie is ook totaal chaotisch zoals het nu is. In een oorlogstijd. Nee, eigenlijk niet. Want dan moet je juist eens gezindheid uh, tonen. Zeker naar buiten toe. En je kunt natuurlijk naar binnen toe altijd wel discussiëren mm -hmm. over bepaalde uh, scenario's en, 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 en je beleid. Maar je moet naar buiten toe juist eenheid laten tonen. En het grote probleem in Israël is, is dat men niet uh, eens is. Men kan zich geen eenduidige opinie vormen. Zeg maar, over. Oké, okay, en wat is nu het uiteindelijke doel? Wat gebeurt er hè, als ze die oorlog dan uiteindelijk mogelijk toch gewonnen hebben? Wat gaan we dan doen met Gaza? Er is geen plan voor daarna. Dat is een belangrijke reden waarom Benny Gantz uit het kabinet is gestapt. en uh, Ook <tiek> eigenlijk een belangrijke reden waarom de Israëlische militaire leiding twijfelt over... Ja, wat moeten we nu? Waar moeten we naar streven? En uh, dat is uh, eigenlijk uh, uh, ja, behoorlijk uh, gevaarlijk. Maar waar gaat het dan naartoe uiteindelijk? Hè? En wat is bijvoorbeeld de rol daarin voor de Verenigde Staten? Ja, die zou dat is eigenlijk de enige partij uh, die enige invloed heeft op Israël. Um, uh, en dat komt gewoon omdat Israël voor zijn veiligheid voor een belangrijk deel afhankelijk is van de Verenigde Staten. En dat is dus ook zeg maar, uh, het machtsmiddel zeg maar, wat, wat, wat uh, de VS zou kunnen gebruiken. Wat ze ook in feite al hebben gedaan door te zeggen: van je krijgt geen offensieve wapens meer als je Rafa binnen uh, gaat. Goed, dat wil natuurlijk niet meteen zeggen dat het daarna onmogelijk was om Rafa binnen te gaan. Want Israël heeft natuurlijk ook wel een voorraad. Maar uiteindelijk gaat het ergens stoppen. En ja, dan. Dan, moet, dan zou er een plan moeten zijn. En dat is er niet. Het is. Um uh, een belangrijke Israëlische krant, die behoorlijk kritisch is op de regering, een paar weken geleden heeft geschreven. Israël is sinds 1967, hè, de zesdaagse oorlog, waar ze allerlei gebieden hebben veroverd, eigenlijk blijven steken op de zevende dag. Uh, dat was de, de, in de overwinningsroes. Er is veiligheid voor Israël, et cetera, et cetera. Maar ze zijn nooit verder gekomen dan die zevende dag. Elk conflict wat ze daarna hebben gewonnen, zeg maar, uh, dat leverde weer veiligheid op, maar het was slechts. Tijdelijke veiligheid, want er ontstond weer een conflict. En dat heb je natuurlijk uiteindelijk met deze oorlog ook gezien. Um, men kan niet verder denken dan die zevende dag. En dat is eigenlijk hard nodig in Israël. Dankjewel, Peter Weininga, Defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.